Welkom bij het bonusmateriaal van aflevering 23 met Geron de Wulf. Het was een vrij lange opname, dus ik heb er wat dingen uit moeten halen. En ook nadat we eigenlijk al klaar waren met de opname, gingen we nog heel even door. Nou, dat kan je hier allemaal zien. Vergeet niet te abonneren, doe een duim omhoog. En als je het leuk vond, stuur het dan vooral door naar vrienden. En vergeet niet om lid te worden van de Elektra Crew. Ga daarvoor naar petje.af/elektrapodcast. Joe! Ik heb nu speciaal even nu al gezegd dankjewel, want ik zie er wel tegen een uur zitten. Maar als je nog een verhaal hebt, dan hoor ik dat heel graag, want dan zet ik die gewoon als bonusmateriaal op YouTube erbij. Ja, dat is twee keer gebeurd. Dat gaan spelen ze. De eerste keer was in Merksem, vlak waar Bas Birker nu woont. Ja. En Bas Birker benoemt dat ook als de marginale plek, en dat klopt ook wel een beetje. Ja, voor Hollanders, als je bij Antwerpen aankomt rijden, rij je altijd langs het Sportpaleis. Aan de linkerkant, daar is Merksem en het is gewoon in die wijk van beste Bas. Wijk van Antwerpen. Ja. En ik moest daar spelen, volle zaal, en terwijl ik aan het optreden ben, zie ik ineens iets in mijn ooghoek, en er komt een landloper ineens echt naar mij gestrompeld, zo. En dan zegt hij, what the fuck? En bleek dat de backstage van achter open was, en die was binnengekomen, en iedereen kende die ook, en die wou ook een mopje vertellen. Dus het moment dat hij opkomt, kreeg hij ook applaus, en ik dacht, what the fuck? Die pakt ook gewoon een lokale zwerver. Die pakt gewoon een micro, en zo zat als iets, en die kon ook een mop vertellen. En die heeft dan een mop verteld, en die heeft een micro. Ja, ik kon daarna niet meer spelen, want die micro was ontwegsmelten onder de onhygiënische omstandigheden. Dus soms zeggen ze, maar ja, geef jij je micro soms af? Ja, dat is gewoon een keer gebeurd. En dat is nog een keer gebeurd, ook een zwerver, een lokale dorpsfiguur. Even voordat we verder gaan, zou jij onder normale omstandigheden ooit je micro afgeven aan iemand? Nee. En waarom niet? Waarom wel? Ik heb de micro gewind. huur uw eigen zaal en bol af. Nee, helemaal niet. Ja. En wij kunnen zo interactie doen, maar ik kan mijn micro niet afgeven. Nee. Nu, zelfde, ook een grote zaal, heel leuk aan het spelen. En er komt een oude man, de lokale dorpsgek, komt binnen. Iedereen kent die ook. Je waggelt het podium op. En iedereen begint zijn naam te scanderen, dus ik heb zoiets van, dames en heren, hier is hem, de chef. Die pakt de micro en die begint daar een lokaal liedje te zingen over het dorp, dat iedereen kent. Iedereen zit daar ineens in de Polonaise. Ik heb die 5 minuten laten doen en ik ben gewoon af het podium gegaan, zelfs geen applaus niet meer gekregen. En hij heeft een boel blijven entertainen en mijn show was gedaan, ik ben niet meer op het podium geweest. Dus hij heeft eigenlijk mijn show afgesloten, applaus gekregen en ik ben niet meer op geweest. Ik zat nog mee in het publiek. Dus van, ja, maar na dit moet ik niet meer komen. Oké, ik kom nog 2 grappen vertellen. Wow. Ja, dus hij heeft het een boel afgesloten. Dit is effectief een grap uit een van de eerste shows van Theo Maassen. Echt? Nou ja, die heeft daar ergens een grap in zitten. Dat hij aan het optreden is. En dat een jongen uit de zaal de hele tijd stoort of weet ik wat. Dat hij zegt, oh, als jij denkt dat je zo grappig bent, kom jij het dan doen. En die bleek ook echt veel grappiger te zijn dan ik. Ja, nu, hij heeft geen grappen verteld. Hij is een liedje beginnen zingen en heel de zaal was mee vertrokken. En oh, lala, allemaal om mee zingen. En ja, dan heb je gedaan als comedian. Oh, wat goed. Too bad. Ik ga Café Far West denk ik bewaren voor verdere details voor als ik ooit Seppe Toreman spreek. Omdat ik weet dat hij een heel goed verhaal heeft over dit café, over de inrichting en vooral over het grote schilderij wat er naast het podium hangt. Oh, dat weet ik zelfs niet meer. Nee, het ding is goed. Ik hoop Seppe ooit te spreken, dan moet hij het zelf vertellen. Maar er hangt de hele inrichting van Café Far West is ook Wild West. Ja. En er hangen dus ook allemaal Indianen dingen en allemaal dat soort rotzooi. Maar je staat dus te spelen
En naast het podium is een schouw van een open haard. En boven de schouw hangt een heel groot schilderij met een vrouw op. En het is niet zo'n mooi schilderij. En gewoon even puur ter referentie, Geron, als jij staat op te treden en naast jou hangt een niet zo heel mooi, maar wel heel erg opvallend schilderij, wat ga je dan doen? Ja, er iets over zeggen. Dat ga je iets over zeggen. Natuurlijk. Dat doet elke comedian. Maar wat geen één comedian in Vlaanderen wist, of misschien nu wel weet, is dat het schilderij een schilderij was van de, volgens mij, inmiddels overleden moeder van de uitbater. Ik ken dat verhaal wel. Een nogal prominente plek in de geschiedenis van Café Far West in Loenhout had. En Seppe is daar volgens mij nog vrij lang op ingegaan voordat hij doorkreeg. Oei! Seppe heeft nog zo van die momenten gehad. Dat ik samen met Seppe stond en ik werkte toen ook als publieksopwarmer voor een Belgische komische reeks, de Kampioenen. En twee van de kampioenen zaten in de zaal, maar die zijn redelijk onherkenbaar als gewone mensen daar zitten. En dat was een tijd dat de Seppe een stukje had over FC de Kapoenen. En over de pornoversie van FC de Kampioenen. En tijdens dat stuk doet hij altijd een gesprek met iemand uit het publiek, wat hem vraagt, kent jij FC de Kapoenen? En Seppe doet dat, terwijl dat die twee daar zitten. En die vraagt ook juist aan een van de actrices, zeg, ken jij de Kampioenen? Zij zo, ja. En het moment dat zij antwoordt, zie Seppe ook van, dat is Toortje uit de Kampioenen. Kent jij ook de Kapoenen, FC de Kapoenen? En ja, zij zegt ja. En je ziet Seppe echt zo van, ja, ik kan die grap niet meer maken. Dus dat is ook volledig stilgevallen. Die had echt zoiets van, dit is zo raar dat ik een stuk breng over u, terwijl jij vlak voor mij zit en ik herken u nu pas. Oh, wauw. Oh, wat goed. Nou ja. In een toekomstige aflevering dus hopelijk ook ooit Seppe Toornwald. Jawel. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, absoluut. Ik vond het ook heel leuk. Dus, ik vond het ook heel leuk. Ik impliceerde al dat jij het ook vond. Nee, maar ik vond het heel leuk, echt waar. Ja, nee, Tom, dankjewel. Hele leuke verhalen. En ik vond het een hele eer trouwens dat je mij gevraagd hebt. Want ik had al een hele podcast geluisterd. Ik had zoiets van, fuck. Ik vind het dus ook heel leuk dat je dus ook de achtergrond hebt van improv. Want dan heb je dus ook weer andere verhalen uit. Ja. Of dus uit opwarming. Nou, ik ben gisteren ook met Zoen nog even losgegaan op opwarming. Dat was ook heel fijn om dat eindelijk een keer... In Nederland is namelijk... Bijna alle opwarmers hier zijn echt gewoon opwarmers. Maar er zijn bijna geen comedians die het doen. Maar dat was vroeger in België ook. Stand-up comedy bestond ook niet. En dus werden er heel veel impro mensen. Maar op een bepaald moment waren wij, denk ik, in Vlaanderen met 3 opwarmers die al het werk deden. Dus ik verdiende ook wel heel goed met een boterham toen. En toen zijn er meer comedians dat beginnen doen en zijn er ook halve comedy sets geworden en dan had ik echt zoiets van ik vind dat hoort niet in een, of moest voor een comedy programma, een stand-up comedy programma, oké, dan snap ik dat nog. Maar ik heb altijd geweigerd om bepaalde dingen als opwarmer te doen, ook stomme spelletjes spelen, mensen belachelijk maken, nee, dat is niet opwarmen. Ik ben uw link tussen u en het programma. Dat is wat mijn gevoel was bij dat. Nou ja, dat is waarom ik doe eigenlijk alleen nog Zondag met Lubach en een ander programma van dezelfde makers. Ja. Er zijn 2 seizoenen van geweest. Als dat weer komt, doe ik het met alle plezier weer. Die vind ik leuk. Dat zijn comedyprogramma's. Die wilden ook specifiek juist een comedian als opwarmer. Ja. Omdat ze zeiden, wij willen dat het ritme van jokes daar ook wel gewoon een beetje in zit. Ja. Maar andere dingen, nee. En al helemaal niet. Als ik een oortje in moet, dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Ja, dat hangt ook gewoon af. Als je programma's doet met heel veel filmpjes, dat je moet weten van oké, ik moet horen wanneer dat filmpje gedaan is om applaus te kunnen inzetten in de studio, dan heb je dat gewoon nodig. En... Ja, dat wel. Maar dat is bijvoorbeeld bij Zondag met Lubach. Daar doe ik echt alleen gewoon de opwarming. En aan het einde vul ik een stuk. En als het misgaat, dan zal Arjen zeggen, Wouter, kom nog even met de mensen babbelen. En dan kom ik terug. Ja. Ja, ja. Maar dat is het. Maar ik ga ook nooit... Ja. Ja, ik weet dat de rol is, maar dat is... Oké, maar die rol wil ik niet spelen. Dan ga ik dit programma niet eens aannemen. Nee. Buiten zo'n beginapplaus en dat in gang zetten. Ook zo, ik ken een opwarmer die echt met een bordje staat lachen. Echt even. Oh. Ja, en ik zoiets van, zie je, als de grap goed genoeg is, gaan de mensen wel lachen. Ik ga ze klaarzetten om te laten lachen. Ik zal je het meest bizarre kort vertellen. Ik heb het gisteren ook aan Sue verteld.
Maar wat ik ooit mee heb gemaakt bij een show die ik moest opwarmen. Die wilde uiteraard ook even een applausje en gewoon een clean lach, dat ze die eronder konden plakken. En toen op een gegeven moment in mijn oor, kan je ook nog vragen of ze een keer matig willen lachen? En ik was natuurlijk al enigszins gepikeerd toen ik zag wie er in de panels zaten en wat voor materiaal erin geschreven was. Ik dacht, oh, fuck jullie. Jullie bellen me om op te warmen, terwijl ik elk onderdeel van dit programma echt leuker had kunnen doen. En nu wil je dat ik dit publiek matig laat lachen, zodat je iets hebt om onder een matige grap. Als je weet dat er matige grappen in je script zitten, dan moet je betere grappen schrijven en niet een matig lachje op gaan nemen. Wat is als je een restaurant hebt en je hebt een kok die niet kan koken, dat je zegt, oeh, we moeten nog even naar de winkel om overal flesjes Maggi op tafel te zetten. Nee, dan moet je beter koken. Ik ben zo, ik ben wereldkampioen improvisatie geweest in 2006. En in 2007 denk ik ongeveer, ik weet niet meer welk jaar dat juist was er een televisieprogramma in België met improvisatie. De Rederijkers heette dat. En dus ze bellen mij, hey Gron, ik was al juist highest level wereldwijd, zo oké, improfwereld dicht aan mijn voeten. En die bellen, ja, we gaan een improvisatieprogramma doen in België. Maar tuurlijk komen ze bij mij. En dat gaat zo, hey, de spelers zitten eigenlijk in een tafel, het is verbaal, het is een heel concept. Oké, goed. En de laatste dingen was, wilt jij een opwarmer zijn? Oh. En ik heb ja gezegd, ja, ik kom opwarmen. En wij wilden ze alleen maar bekende mensen, acteurs, ja, die daarin zaten. En na de eerste opname zaten die backstage allemaal naast mij, omdat ik die training aan het geven was. Dan jij daar, let daarop. En dan kwam die producer, wie zeg je eigenlijk? Ja, dan is het, fuck you, dude. Fuck you, doe je fucking research. Maar ik heb dat wel gedaan, dat programma. En ik heb er wel vriendschappen aan overgehouden. Binnen die acteurs, mensen die het hadden van, hey man, zonder u had dat eigenlijk niet gelukt. Dus ik heb daar de rol van coach opwarmer gedaan, ja. Ja, ik vind, ik had bij deze, was ook zo, dat gesprek wat ik had met dat meisje was heel leuk. Maar op een gegeven moment zei ik ook, kan wel. Ik zei, ik moet zeggen, altijd als jullie bellen voor dit soort dingen, dan denk ik altijd, oh leuk, jullie gaan mij vragen voor in het panel. En zij zei ze ook, oh, want doe jij dan ook comedy? Ja, dat is mijn werk. Ik doe af en toe opwarming erbij. Maar ik doe dit en ik doe dit en ik doe zus. En ik doe maandelijks een ding op Q Music en bla. Oh, wat leuk, dat wist ik helemaal niet. Nou, maar leuk dat je de opwarming komt doen. Dus, ja, ik heb nu wel, net door foute vrienden en advocaat van de duivel, ik heb een beetje een naam. Als mensen naar mij bellen voor opwarming, is dat bijna smekend. Ja. Dan weet ik ook, ze hebben echt niemand gevonden. We hebben toch nog geen ombellen. Oh, Geron, we weten dat jij eigenlijk... Eigenlijk zeggen ze het niet, maar ze zeggen... Eigenlijk zit jij te goed voor dit. Maar wil jij dat nog doen? En ik heb dat zo nog eens één keer gedaan vorig jaar. En dat die echt achteraf op hun knieën van... Wauw, dat jij... En ik moet ook zeggen, als opwarmer, dan is het heel gemakkelijk. Omdat je komt op, die mensen zien je en je hebt niks van... Wow, wat staat hier niet te doen? Ja, mannen, je kon even uitleggen, Dus je start wel veel hoger. Ja. Net daardoor, man. En dat maakt het opwarmen, denk ik, ook veel leuker. Veel makkelijker, makkelijker, leuker. Mensen luisteren ook ineens. Je bent niet meer zomaar dan opwarmen. Hè. Die andere van tv, die even deze komt doen. Kom even de andere uit de nood halen. Ja, dat werkt dan wel. Ja.